En toen opeens veranderden er weer dingen, want mijn oudste kind, mijn zoon, die kwam terug thuis, omdat de relatie met zijn vriendin uit was. En dus ik kwam weer in een vader-zoon situatie te zitten. En bijzonder daaraan is dat mijn zoon zelf ook een zoon heeft. Dus we zaten ineens in een dubbele vader-zoon relatie. Hij als vader met een zoon en ik als vader met een zoon. En speciaal natuurlijk omdat ik ook dan in een opa-rol terecht kwam. Dus dat was ook een beetje met perspectief van, goh, wat ben ik in plaats van dat ik alle vrijheid heb om nieuwe dingen te gaan doen in mijn leven. Nu ik alleen ben, ben ik ineens een oude man die gewoon als opa, ook letterlijk als opa in het leven staat.